De groep Pixel Storm heeft de jubileumeditie van de hackathon gewonnen. Op de tweede en derde plaats eindigden respectievelijk de groepen F5 en de Pipeliners. Het thema van deze vijfde hackathon was gaming en gamification. 51 personen verdeeld over 10 teams hebben 24 uur lang hard gewerkt om een gameapplicatie te ontwikkelen. De groepen hebben ook bewezen dat ook in Suriname games kunnen worden gebouwd voor de mobiele telefoon. De winnende game, 8 Runner, gaat over veilige seks. Spelers moeten proberen de seksueel overdraagbare ziekte HIV/AIDS te voorkomen door zoveel mogelijk condooms te verzamelen. De organisatie IT Core is tevreden met het bereikte resultaat en de ondersteuning, zoals het aantal games dat is ontwikkeld, de toename van deelnemers en de sponsors. Volgens Steven Chitrataruno, onderdirecteur van medesponsor Telesuur, is het belangrijk om samen te groeien. Ik ben blij, Theo, dat we niet alleen samen groeien qua sponsoring, samen groeien qua youth binnen de jury, maar bovenal, volgens mij na drie kwart, Theo, nieuwe codes hebben gehad dit jaar. Dus het belangrijkste is, en dat blijf ik aan jullie zeggen, is van ARK. Laten we niet snel geld willen maken. Laten we het samen doen. Maar ook, ga ook niet ervan uit dat de eerste de beste app zoveel doekoe direct voor jullie gaat maken. Dat niet. Dus het enige dat ik vraag, heb geduld in de ruimte sinds des te horen. Laten we samen groeien. Volgens minister Ferdinand Welsijn van Handel en Industrie is technologische ontwikkeling cruciaal voor de nationale vooruitgang. Hij is ervan overtuigd dat technologie in het onderwijs de schoolresultaten zal verbeteren. De potentie is hier aanwezig. Dus wat je zou moeten doen, is al die boeken waaruit ik 40 jaar heb gestudeerd, die boeken moeten we eigenlijk achterwege laten. We moeten de moderne technologie invoeren in het onderwijs. En dan zul je merken dat mensen met veel plezier zullen gaan leren. En heel snel en veel sneller hun resultaat zullen bereiken. Het betekent simpel dat we de curricula moeten gaan aanpassen. Dat heeft dus te maken met onderwijs. Dat is het thema. Het thema volksgezondheid is goed tot uitdrukking gekomen, heb ik gemerkt. De meeste mensen hebben voor één onderdeel van volksgezondheid gekozen. Maar gezonde voeding is ook belangrijk. Nogmaals, een gezond mens, sporten, levert ook gezondheid, biedt gezondheid op. Dus misschien moeten we eraan denken om meerdere hackathons per jaar te houden. Waardoor we dus meer thema's kunnen ontwikkelen en die vooruitgang sneller bereiken. Minister Ferdinand Welsijn van Handel en Industrie. Hij sprak gisteren bij de prijsuitreiking van de vijfde hackathon. De groep Pixel Storm heeft deze jubileumeditie van de hackathon gewonnen. Op de tweede en derde plaats eindigden de groepen F5 en de Pipeliners.